Brand Leger des Heils. Onderzoek SCA 1 kan beginnen. Bouvier valt hardloper aan. Hartelijk welkom bij het weekoverzicht van de lokale omroep Elburg. Het was weer schrikken in de binnenstad toen zaterdagavond de brandweer met loeiende sirenes door de straten van Elburg reed. De bovenverdieping van het Leger des Heils stond in brand. Het naburige pand van Galerie Withaar werd leeggehaald. De brandweerkorpsen van Elburg en omliggende gemeenten waren opgeroepen om de brand te blussen. De oorzaak van de brand wordt nader onderzocht. Jenny van der Weg, fractievoorzitter van de ChristenUnie, heeft afgelopen maandag in de raadsvergadering afscheid genomen. Ze is alom geprezen om haar maatschappelijke inzet, haar deskundigheid en haar vriendelijkheid. Als lijsttrekker van de grootste partij was ze 2 jaar geleden de eerste vrouwelijke formateur bij de collegevorming. Als afscheidscadeau kreeg ieder raadslid van haar een zoutvaatje als politieke smaakmaker. Wie al op vrijdag 19 februari met zijn schoolgaande kinderen op voorjaarsvakantie gaat, kan rekenen op een proces-verbaal. In de gemeente Elburg en in de regio wordt op dit soort luxe verzuim streng toegezien. Bij niet gemelde afwezigheid en bij twijfelachtige ziekmelding wordt een huisbezoek afgelegd. In de leerplichtwet staat dat een leerplichtig kind de school moet bezoeken als hij onderwijs wordt gegeven. Bewoners aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk maken zich ernstige zorgen over hun leefomgeving. Aanleiding zijn de geparkeerde auto's van het autobedrijf Karzijn op de openbare parkeerplaatsen bij hun woningen. In de raadsvergadering afgelopen maandag sprak Henk-Jan Kruidenier namens de betrokken bewoners over onrechtmatigheden in het politieke besluitvormingsproces. Volgens hem kan het ondernemersbelang niet boven het bewonersbelang gaan. Volgens de Stentor van deze week kan het onderzoek naar de hersenziekte SCA1 beginnen. Het bedrag van €150.000 dat voor de start van dit onderzoek nodig is, is beschikbaar. Ook de brandweer Elburg heeft €5.000 ingezameld door een zaterdag lang auto's te wassen. Een van hun oud-collega's, Gert-Jan ten Hope, is ook door deze ziekte getroffen. De werkgroep Amnesty International Elburg verzoekt de gemeenteraad het besluit om geen onderzoek te doen naar een mogelijke opvang voor vluchtelingen in de gemeente te heroverwegen. De werkgroep heeft daarover een brief naar de gemeenteraad gestuurd. De vluchtelingenproblematiek komt in de volgende commissievergadering van maatschappelijke ontwikkeling op de agenda te staan. Bertha de Guns is de initiatiefneemster. Welkom. Met welke argumenten gaan jullie de raadsleden overtuigen? Dat is een goeie. Ik vertel gewoon van hoe we hiertoe gekomen zijn. En dat zijn ook de argumenten gelijk naar de gemeenteraad natuurlijk. Op een gegeven moment zie je het hele vluchtelingenprobleem. En wat er dan gebeurt is een heleboel negatieve reacties. Heel veel mensen die er tegen zijn, die bang zijn. Oké, dat heb ik allemaal aangehoord. En op een gegeven moment dan denk je van, er zijn ook vast positieve geluiden, maar die horen we niet. En toen ben ik in september wat onderzoek gedaan van wat doet de gemeente Elburg. En toen zag ik dat in de raad een voorstel was geweest van PvdA, om onderzoek te gaan doen naar mogelijkheden voor opvang in Elburg. En dat is door de raad met meerderheid van stemmen afgewezen. En ik las dat en ik denk, dit kan niet waar zijn, dit geloof ik niet. En denkt u dat er genoeg ruimte is in de gemeente? En waar denkt u dat de huisvesting voor de vluchtelingen zou moeten zijn?
Ik weet dat ik de eerste keer dat ik schreef naar de raad, toen werd mij ook gezegd van het COA zoekt grootschalige opvang en dat kan Elburg niet. Oké, toen, ja, toen moest ik even een stapje terug doen. Denk ja, oké, daar zit wat in. Ik volg het nieuws en ik zie dat na een paar maanden het COA is van gedachten veranderd en we zoeken toch ook kleinere opvang. Ik denk, yes, Elburg, daar gaan we. En toen heb ik weer een brief geschreven en nou. Toen hebben we ook het initiatief genomen, want ik zit ook in de werkgroep van Amnesty. En ik denk, ik moet meer mensen hebben die een positief geluid laten horen. En hoe doe ik dat? Dus ik had eerst in de werkgroep van jongens, willen jullie ook een brief schrijven? Dat zijn dan 7 mensen, 7, 8. En toen werd het idee geboren van, we gaan een oproep doen en we proberen meer mensen daarachter te krijgen. Nou, dat is, ja... echt een succes. Zoveel mensen die positief gereageerd hebben. Dat is echt mooi. Daar ben ik helemaal blij van. Ik zie wel, het kan. Ook ja. In Elburg. Ja. En we hebben ook al een gesprek gehad met de fractie van de ChristenUnie. Morgen zitten we bij de fractie van de CDA. Nou, PvdA en D66 die staan er natuurlijk helemaal achter. En we gaan op zoek naar nog meer draagkracht. En ik geloof dat dat in Elburg is. We hebben in Elburg vluchtelingenwerk. We hebben in Elburg een leger de zelfs die alles van opvang weet. Ja, en zo zijn er nog veel meer. En als we nou onze krachten bundelen en gaan nadenken over hoe het kleinschalig kan hier in Elburg, dan gaan we een oplossing vinden. Kom op jongens, dat kunnen we. Ja. Echt wel. Dus echt de krachten bundelen en zo komen we tot een oplossing. Ja, je hart laten spreken en komt het goed. Ja. Niet onze ogen sluiten, echt niet. En mocht het nou toch zo zijn dat het niet gaat lukken, wat is dan het alternatief? Ja, daar heb ik over nagedacht. Want, daar kwam je natuurlijk mee met die vraag. En ik dacht, ik heb geen alternatief. Daar heb ik niet over nagedacht. Daar ga ik ook niet over nadenken. Want ik ga ervan uit dat we dit gaan redden. Dit gaat goed komen, echt wel. Ja. Op het Harde wordt een tweede bijeenkomst gehouden over het dorpsplan. 16 inwoners hebben al voorbereidend werk verricht over de onderwerpen identiteit, wonen, vrije tijd, economie en toerisme, natuur en omgeving en zorg en welzijn. Op 16 februari wordt gestart met de inhoudelijke discussie. Alle inwoners van het Harde worden uitgenodigd om mee te praten. De bijeenkomst begint om 8 uur in het MFC. Het is de stichting Jos Lussenburg weer gelukt een groot aantal amateurkunstenaars te bewegen hun werken in het gemeentehuis tentoon te stellen. Volgens voorzitter Henk van Deutekom zijn er mooie werken bij. Een deskundige jury is deze week aan het werk geweest. De uitslag staat op www.loes-elburg.nl/algemeennieuws. Tot midden april is in het Museum Sjoel Elburg de tentoonstelling Samenleven, vrouwen en hun olijfbomen te zien. Elburg is de laatste locatie na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Op de tentoonstelling worden 35 schilderijen van olijfbomen geëxposeerd, die door 35 Israëlische vrouwen van verschillende culturele en religieuze achtergronden zijn geschilderd. Volgens het Jodendom staat de olijfboom en de olie ervan symbool voor rechtvaardigheid en barmhartigheid. Leerlingen van groep 8 van de basisschool Octaaf hebben net als de 35 vrouwen uit Israël hun dromen over vrede en vriendschap getekend in een droomboom. Een video over het maken van de droomboom is tijdens de expositie Samenleven, vrouwen en een olijfboom in het Museum Sjoel te zien.
Leerlingen van de Agnieteschool in Elburg hebben zich intensief bezig gehouden met het milieu en de duurzaamheid. Ze willen een energiezuinige school en daarvoor hebben ze dingen gemaakt die op zonne-energie werken. Een tip geven ze mee: wees energiezuinig door warme kleren te dragen. Vanmiddag zijn we op de Agnieteschool en er was een heel mooi project. Nou, twee dames kunnen daar heel veel over vertellen. Wat hebben jullie gedaan? We hebben een hele lange sjaal gebreid voor lange warme trouwendag. Want ja, zodat mensen ook minder energie gaan besparen, want dat is ons thema. En hoe is het gelukt? Nou, wij vonden van wel. Want ja, heel veel, vooral Tessa en ik, hebben heel vaak gebreid. Daarom is die ook zo lang. En de mevrouw die heeft hier zelf met een schaap. En dan zelf met gras, volgens mij geverfd. En toen hebben ze dat er zo tussen gedaan dat het mooi bleef zitten. Ik vind hem prachtig. Want alle kinderen, of in ieder geval heel veel kinderen, hebben daaraan gewerkt. Maar dat was niet alles. Want ik hoorde een heel mooi verhaal over wat kun je doen als je dus energie wil besparen. Ja, je kan de verwarming heel veel lager zetten of bijna wel uit. Want daarmee, ja, want dat hadden wij de hele dag. En daarmee hebben we heel veel energie bespaard. En dat was natuurlijk die warme truiendag. Ja. We hadden ongeveer iets van 12. Weet jij het nog? Nee, ik ook niet. Ja. Maar het was wel heel veel. En dat niet alleen, want als je dus energie bespaart, dan bespaar je ook nog wat anders. Geld. Geld, wat goed. En aardgassen. En dat betekent, gaan jullie daar nou mee door? Ja, nog het hele thema. En daarna gaan we ook nog kijken of we het nog verder kunnen doen. Stichting Wiel en de zorgverlening Het Baken zijn druk met de samenleving. Zo wil men een moestuin nabij de Voort aanleggen en ook nog met een wandelgroep starten. Voor de moestuin zoekt men mensen met verstand van moestuinzaken en met groene vingers. Ook voor de wandelgroep worden vrijwilligers gezocht. De wandeltocht van 5 kilometer wordt elke maandagavond gehouden. Het Cultureel Café is een nieuw initiatief van de Culturele Stichting, de Samenwerkende Musea, de Historische Vereniging Arnhem te Boekop en de gemeente Elburg. De aftrap is donderdag 18 februari om 19:30 in het wijkontmoetingscentrum Jeanne d'Arc op het Harde. Er komen sprekers met een verhaal over een lokale bijzonderheid. Ook particulieren, verenigingen of stichtingen kunnen hun boodschap in 2 minuten kwijt, staande op een zeepkist. De bewoners van het woonzorgcentrum Het Nieuwe Feitenhof en de bewoners van wijkvesting Molendorp kunnen zich op donderdagmiddag 18 februari weer uitleven bij diverse Oud-Hollandse Spelen. Doel van de speelmiddag is om wijkbewoners met de bewoners van het zorgcentrum in contact te brengen. Het Nieuwe Feitenhof vervult met deze activiteiten ook een wijkfunctie. Nadat de jongerenwerker Caroline Turner van de stichting Wiel de noodklok heeft geluid, krijgen de jongeren van Doornspijk weer een eigen ontmoetingsplek. De jongeren kunnen nergens meer in rust chillen. Daar hebben ze wel behoefte aan. 2 jaar geleden is de jongerenplek in het dorpshuis De Deel wegens bezuinigingen gesloten. Nu stelt het college een bedrag van €23.800 beschikbaar om weer een jongerenplek in De Deel te openen. De vorig jaar geopende winkel van Dorcas aan de Zuiderzeestraatweg heeft een mooie donatie van €1.500 van de Rabobank ontvangen. De inkomsten uit deze winkels komen ten goede aan mensen die in nood en diepe armoede verkeren, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Het gaat om ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ik sta hier namens de Rabobank Noord-Veluwe om een mooie checkbedrag uit te reiken voor Dorcas, aangezien jullie met heel veel vrijwilligers werken. En eigenlijk voor het goede doel voor de arme mensen in de wereld wil ik jullie een check uithandigen ter waarde van €1.500. En ik neem aan dat jullie er ook wel heel blij mee zijn. Daar zijn we heel blij mee. Namens alle vrijwilligers van Dorcas Winkel Elburg en met name de vrijwilligers in de magazijn, hè, want het is voor de staat. Precies, ja. Heel hartelijk dank aan de Rabobank en dat komt zeker, het is allemaal goed besteed. Hartstikke fijn, nou. Dankjewel.
Een loslopende bouvier heeft woensdagmorgen op de stadswallen van Elburg een hardloper aangevallen. De hond viel de jogger van achteren aan en beet hem in zijn bovenbeen. Het voorval gebeurde rond 10 uur aan de Westerwal ter hoogte van het monument. De reactie van de eigenaresse van de hond was opvallend. Het is uw eigen schuld, dan had u maar niet moeten doorlopen. De jogger heeft zich laten behandelen bij de huisartsenpost. Dit was een greep uit het nieuws van de week. Volgende week komen we graag bij u terug. Hebt u tips en wilt u meewerken aan dit weekoverzicht? Laat het ons weten op redactie@loe-elburg.nl. Hartelijk dank weer voor het kijken en tot volgende week!